Daar vervolgen wij met onze Social Special vanavond. De volgende onderwerpen vanavond in onze Social Special: Waggy-waggy over een luchtige wijze van interviews afnemen, de reacties op social media naar aanleiding van een DNA-vergadering voor in staat van beschuldigingstelling van Gilmore Hoofdraad, de First Lady die steun uitspreekt over haar man en Samuel Kuik die op aparte wijze zijn campagne Waggy Waggy is een programma op Facebook waarin presentator Diego Ooiberg praat met vooral politieke gasten. Het leuke hiervan is dat hij de gesprekken voert in zijn voertuig, terwijl hij een ritje maakt met de gasten. Het live filmpje wordt dan gedeeld op social media. En Het programma Wagiwagi lijkt wel veel op Carpool Karaoke van de Amerikaanse James Gordon. Hij doet dat veel met celebrities, en dan tijdens het ritje zingt hij liederen van de celebrities. Maar hoe dan ook is het programma Wagiwagi heel uniek voor Suriname en een aparte wijze van nieuws brengen. Waar ook veel over is gesproken op social media, is het feit dat de minister Gilmore hoofdraad van Financiën. Niet vervolgd kan worden door onze procureur-generaal, omdat het merendeel van het DNA het verzoek van de PG heeft afgewezen om de minister in staat beschuldiging te stellen. Dagblad Suriname deelde deze foto op social media en daarop zijn alle parlementariërs te zien die tegen het verzoek van de PG stemden. Ook werd een lijst met alle namen gepubliceerd door een lid van de politieke partij Pro. De reacties waren voornamelijk negatief. En er werd vooral gezegd dat deze leden landverraders zijn. En dat ze schaamteloos zijn om tegen het rechtssysteem en tegen de rechtsstaat te stemmen. In heel korte tijd werd deze post meer dan 160 keer gedeeld. Het volgende item gaat over onze First Lady, mevrouw Ingrid Boutersen. Zij heeft op Facebook steun toegezegd aan haar man, de president Daisy Boutersen. Ook deze post kreeg veel reacties. Zij spreekt bewondering uit over zijn geduld en het geloof dat zij heeft dat alle neuzen eens in één richting zullen zijn omwille van Suriname. De reacties waren gemengd, maar sommigen dus heel negatief, maar ook heel veel erg positief en uh, vooral veel reacties met paarse hartjes. Het laatste onderwerp voor vandaag gaat over ondernemerschap en politiek. De verschillende partijen zijn hard bezig met de politieke propaganda. Eén kandidaat van de partij Alternatief 2020, Samuel Keuk, die ook bekend staat om de eerste te zijn in Suriname die bezig is met de productie van biogas, hij deed het dus net wat anders. Hij voert zijn propaganda door kennis te delen met de samenleving. Zo postte hij een filmpje over alternatieve geneesmiddelen, oftewel osodresis in Suriname. En het filmpje werd meer dan 500 keer gedeeld en is zeker al meer dan 20.000 keer bekeken. En dat waren onze onderwerpen vandaag voor onze social special. Als jij ook misschien een idee hebt of iets hebt gespot op social media dat erg trending is en ook in verband staat met de verkiezingen, stuur ons gerust een berichtje naar ABC Online News.